Welkom bij de webinars van Schildklierorganisatie Nederland. Webinars over het leven met een schildklieraandoening. In elke aflevering spreken we met zorgprofessionals of ervaringsdeskundigen. Fijn dat u kijkt. Ik ben Marlies Moor, directeur van de Schildklierorganisatie Nederland, de enige patiëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met een schildklieraandoening en hun naasten. Deze aflevering gaat over congenitale hyperthyreoïdie bij kinderen en de rol van de hielprikscreening. Elk jaar worden alle pasgeboren baby's in hun hiel geprikt. Hiermee worden een aantal ziekten in een heel vroeg stadium opgespoord. Hoe dit proces van de hielprikscreening in zijn werk gaat, vertelt Marie-Louise Heijnen, coördinator neonatale hielprikscreening van het RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Vervolgens praten we door met Marie-Louise en schuift medisch adviseur van het RIVM, Dr. Anne-Gert Wijman, de arts, aan en praten we verder over het verloop van dit proces. Op verzoek van de Schildklierorganisatie Nederland, de patiëntenorganisatie, vertel ik graag wat over de rol van de hielprikscreening bij het opsporen van kinderen met congenitale hypothyreoïdie. Waarom biedt de Nederlandse overheid hielprikscreening aan alle pasgeborenen? Dat is om ernstige aangeboren ziektes die goed behandelbaar zijn, zo vroeg mogelijk na de geboorte op te sporen, zodat er zo snel mogelijk met de behandeling begonnen kan worden. En dan gaat het vaak om ziektes waarbij niet meteen zichtbaar is aan de baby als die geboren is dat er schade is aan de gezondheid van het kind. Maar die schade is er wel degelijk. En door dus vroeg te starten met de behandeling kan een gezondheidsschade voorkomen worden. En dan is het afhankelijk van de ziekte die opgespoord is of het kind echt helemaal genezen kan worden of heel goed behandeld kan worden, zoals bij congenitale hypothyreoïdie. En er zijn ook ziektes waarbij de behandeling zeker effect heeft, maar waarbij er ook nog wel wat restschade is voor het kind. Hoe gaat dat nou in zijn werk, de hielprikscreening? Nou, als er een baby geboren wordt, dan doen de ouders aangifte van de geboorte bij de gemeente. Binnen 3 dagen na de geboorte. En de gemeente geeft dat door aan het RIVM. En vervolgens geeft het RIVM een hielprikopdracht aan een screeningsorganisatie. Dat is meestal een GGD of een gezondheidszorgorganisatie. En die stuurt een screener naar die mensen toe om ter plekke thuis de hielprik af te nemen bij de baby. De screener die stuurt dat bloed op naar een van de screeningslaboratoria. Daar wordt het bloed onderzocht. En als de uitslag goed is, dan krijgen de ouders na ongeveer 5 weken een brief van het RIVM met die goede uitslag. En als de uitslag onverhoopt niet goed is, dus een afwijkende hielprikuitslag, dan neemt het laboratorium contact op met de medisch adviseur, een arts van het RIVM. En die arts, of een medewerker van de arts, die belt dan met de huisarts van het gezin om die huisarts te vragen om het kind te verwijzen naar het ziekenhuis. Want een screening geeft een vermoeden op een bepaalde ziekte, maar het moet altijd door een kinderarts in het ziekenhuis vastgesteld worden of het kind ook echt de ziekte heeft. En daarvoor doet de arts dan aanvullend onderzoek. En als de arts van het RIVM contact heeft met de huisarts, dan geeft hij daarbij de hielprikuitslagen en ook informatie over de ziekte waar het kind voor verwezen wordt. Ik heb hier ook 2 foto's van de hielprikafname, zodat het iets concreter wordt. Dus links zie je een screener met handschoenen aan, die met een heel klein apparaatje een klein sneetje maakt in de hiel van de baby. En vervolgens wordt dan uit die hiel 6 bloeddruppeltjes op een kaartje gedruppeld. En dat kaartje gaat dus met de post naar een screeningslaboratorium. En daar halen ze met een soort perforator weer kleine stukjes uit zo'n bloeddruppeltje. En dat gaat in de analyseapparaten om te screenen op de ziektes. Nou, waar screenen we nou op in Nederland? Dat zijn inmiddels 27 ziektes. En je kan hier zien linksboven dat congenitale hypothyreoïdie samen met AGS de grootste groep is. Dus de meeste kinderen worden verwezen voor CHT of AGS. We screenen ook op 19 stofwisselingsziekten. Op een immuunstoornis, taai-slijmziekte, 3 erfelijke bloedarmoedes en een spierziekte. En voor congenitale hypothyreoïdie sporen we per jaar zo'n 70 tot 100 kinderen op ongeveer 175.000 baby's die er geboren worden in Nederland per jaar.
We screenen al 50 jaar in Nederland, inmiddels op 27 ziektes dus. En het ministerie van VWS beslist welke ziektes er in de Hielprikscreening komen. En dan doen ze meestal op advies van de Gezondheidsraad. Dat is een commissie van deskundigen. En die checkt of de ziekte voldoet aan de criteria van Wilson en Jungner. En dat zijn criteria zoals, is het een groot belangrijk gezondheidsprobleem? Is er een behandeling voor de ziekte? Is er een goede test in het laboratorium om die ziekte aan te tonen? En is er een beetje tijd tussen de geboorte en de diagnose om dan ook te starten met de behandeling? En in 1981 is congenitale hypothyreoïdie als tweede ziekte in de Hielprik toegevoegd, omdat ze dus aan al die criteria voldeed. En in 1974 was PKU de eerste ziekte waar we op zijn gaan screenen. Dat is een stofwisselingsziekte. Nou, en ik heb al verteld inderdaad dat congenitale hypothyreoïdie eigenlijk de grootste groep van kinderen is die we verwijzen vanuit de Hielprik. Nou, hoe ziet die test er dan uit in het laboratorium? Hier zie je een paar plaatjes van de analyseapparatuur. We sporen in Nederland de twee vormen op van congenitale hypothyreoïdie. Dus zowel de vorm waar er een stoornis is in de aanleg van de schildklier, als de vorm waar de aanleg wel goed is, maar de schildklier te weinig schildklierhormoon aanmaakt. En daar hebben we drie bepalingen voor nodig in het laboratorium. De bepaling van T4, schildklierhormoon, van TSH, thyroïne stimulerend hormoon, oftewel schildklierstimulerend hormoon, en thyroxine binnenglobuline, TBG. En op basis van die drie teststappen kun je dan dus concluderen of een kind een afwijkende uitslag heeft en dus waarschijnlijk CHT heeft of niet. Soms is er een onduidelijke uitslag die niet goed geïnterpreteerd kan worden in het laboratorium. Dat komt zo'n 500 keer per jaar voor. En dan gaat de screener terug naar het gezin om een tweede hielprik af te nemen. Bij het bepalen van de einduitslag hebben we zogenaamde afkapwaarden voor. Dus de bepaling van bijvoorbeeld T4 die moet hoger of lager zijn dan een bepaalde concentratie. En dan houden we rekening met of het kind te vroeg geboren is of niet. En ook hoe oud het kind was bij de hielprikafname. Omdat we vergelijken altijd met wat zijn normale waarden voor bijvoorbeeld T4. En die zijn gebaseerd op de eerste levensweek. Maar als een kind al veel ouder zou zijn bij de hielprikafname of te vroeg geboren is, dan is die T4-concentratie wat anders. En dan moet je dus ook op een andere manier vergelijken met je referentiewaarden. Wat levert het nou op, die screening op congenitale hypothyreoïdie? Nou, aanmerkelijke gezondheidswinst voor die 70 tot 100 kinderen, omdat die zo vroeg opgespoord worden en dus meteen behandeld kunnen gaan worden, waardoor erge schade voorkomen wordt. En dat betekent dat we sinds de start van de screening in 1981 al meer dan 3000 kinderen hebben opgespoord met congenitale hypothyreoïdie, omdat ze een afwijkende hielprikuitslag hadden. Het is niet alleen maar heel positief het verhaal, want we moeten wel meer kinderen verwijzen dan dat we uiteindelijk ook kunnen vaststellen, kunnen diagnosticeren met congenitale hypothyreoïdie. En dat kan je in dit plaatje heel goed zien. Dan zie je van linksonder naar rechts van 2002 tot 2022 in de lichtgele balkjes het aantal kinderen wat verwezen is met een afwijkende hielprikuitslag voor congenitale hypothyreoïdie. En in de donkergele balkjes zie je de kinderen waarbij de kinderarts in het ziekenhuis ook daadwerkelijk de diagnose congenitale hypothyreoïdie heeft gesteld. En die kinderen die verwezen zijn, maar waar de kinderarts uiteindelijk concludeert dat ze niet congenitale hypothyreoïdie hebben, dat noemen we fout positieve. En die wil je zo min mogelijk hebben. Want het is natuurlijk heel verontrustend om kort na de geboorte met je kind naar het ziekenhuis te moeten, omdat je kind misschien wel ernstig ziek is. Dus dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. En je ziet ook bij de laatste jaren dat dat ook minder is geworden. Dat de lichtgele balkjes lager zijn geworden. Dus daar zijn we erg blij mee. Ze zullen nooit zo laag worden als die donkergele balkjes. Want het is nu eenmaal inherent aan screening dat je altijd
bijna altijd wat meer kinderen verwijst dan dat uiteindelijk de ziekte hebben, omdat je ook geen kinderen wil missen. Dus als je je grenzen in het laboratorium heel strak stelt, dan loop je weer het risico dat je misschien een kindje wat ziek is, niet oppikt. En dat wil je al helemaal niet. Dat gebeurt ook bijna nooit, voor zover we weten, bij CHT. Hooguit 1, soms 2 keer per jaar. En dat zoeken we dan ook altijd heel goed uit. Om te kijken, van kunnen we daarvan leren? Kunnen we daar de screening nog weer beter van maken? In dit plaatje zie je eigenlijk hetzelfde nog een beetje op een andere manier weergegeven. Hier zie je de kans dat een kind inderdaad congenitale hypothyreoïdie heeft ten opzichte van het aantal kinderen wat verwezen is. En dan zie je dat dat in 2002 linksonder ongeveer 1 op de 5 was. Maar nu de laatste jaren zitten we op 1 op de 3. En dat is echt het resultaat van allerlei verbeteringen aan de screeningsmethode in het laboratorium. Dus we zijn op meer parameters gaan screenen, we hebben de afkapwaarde aangepast. We hebben andere afkapgrenzen voor te vroeg geboren kinderen of heel kinderen waarbij de Hilprik-screening heel laat is afgenomen. We blijven hier eigenlijk continu aan werken. En dat doen we samen met de kinderartsen ook. En dat doen we dan in de adviescommissie neonatale screening, congenitale hypothyreoïdie en AGS. Hele mond vol. Dat is ingericht door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Per groep van ziekten waar we op screenen is er zo'n adviescommissie. En daar zitten dan in het geval van congenitale hypothyreoïdie kinderarts endocrinologen in, laboratoriumspecialisten, een medisch adviseur, een arts van het RIVM. En zij bespreken de resultaten van de screening, de soepele aansluiting van de screening op de zorg. Ze geven advies aan het RIVM om de screening nog weer beter te maken. En ze bespreken ook mogelijkheden of de diagnostiek in het ziekenhuis misschien ook nog geoptimaliseerd kan worden. Dus we hebben echt een nauwe samenwerking met de kinderartsen en dat hebben we natuurlijk ook nodig. Nou, er zijn zowat uitdagingen in het Hilprik-programma. Wellicht is duidelijk geworden uit mijn verhaal dat het een hele keten is. Hè? Allerlei partijen die in samenwerking met elkaar dit tot een goed einde willen brengen. En de huisarts die heeft de rol om bij een afwijkende Hilprik-uitslag het kind te verwijzen naar het ziekenhuis. Omdat hij dichtbij het gezin woont, daar ook naartoe kan gaan en ook vaker met het gezin te maken zal hebben. Maar de gemiddelde huisarts heeft niet veel ervaring met de Hilprik-screening. En dat is heel logisch, want we verwijzen ongeveer 500 kinderen per jaar. Daarvan heeft ongeveer de helft dan ook inderdaad een ziekte. En dat zijn per definitie allemaal hele zeldzame ziektes. Dus dat betekent dat een huisarts en soms zelfs ook een kinderarts niet zo heel veel kennis heeft van die ziektes. Dus daarom sturen we ook naast de Hilprik-uitslagen ook een informatieblad mee naar de huisarts bijvoorbeeld. Om die huisarts hele handige kant-en-klare informatie te geven over in dit geval congenitale hypothyreoïdie. Dus de uitdaging om dat hele proces goed te laten lopen is er. En daarnaast heb ik verteld over de foutpositieve uitslagen. Hè? Dus kinderen die verwezen worden naar het ziekenhuis en die toch niet ziek blijken te zijn. Dat proberen we ten alle tijde zo laag mogelijk te houden. Dus daar blijven we altijd aan sleutelen. We zijn ons heel erg bewust van het belang van goede informatie als je als ouders te horen krijgt dat je kind een afwijkende Hilprik-uitslag heeft. Dat is natuurlijk een hele akelige boodschap, ook nog eens kort na de bevalling. Dus dat is ook niet je beste periode misschien. Dus ouders zijn vaak heel ongerust. En zoals ik net al zei, een huisarts heeft niet altijd heel veel kennis over CHT. De kinderarts heeft het niet altijd paraat. Dus er is echt behoefte aan eerlijke, duidelijke informatie. Niet te veel, niet te weinig, waarmee je de ouders niet onnodig ongerust maakt. Omdat er ook nog een kans is van 2 op 3 ongeveer dat je kind niet congenitale hypothyreoïdie heeft. En als het dat wel heeft, dan is het in ieder geval behandelbaar. Dus wij zijn wel heel blij ook met het aanbod van Schildklieronderzoek Nederland.
Om ons ook nog te helpen of we misschien dat ziektespecifieke informatieblad over het CHT, wat we aan de huisartsen sturen, of we dat nog zouden kunnen verbeteren. We hebben, ik denk zoals iedereen, ook nog wensen voor de toekomst. Met stip bovenaan, hè, minder foutpositieve verwijzingen. Dus minder kinderen die uiteindelijk toch niet ziek blijken te zijn en die wel naar het ziekenhuis zijn verwezen. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor de kwaliteit van het hele programma en ook voor de draagvlak van het programma. Hè. Het moet een acceptabele methode zijn voor de ouders. En het expertisecentrum in het Amsterdam UMC, die blijft hier ook onderzoek aan doen. En die zijn nu ook bezig met een veelbelovend onderzoek, waarmee ze op basis van de resultaten van de screening tot nu toe proberen te modelleren, zodat we nog beter kunnen voorspellen welke kinderen moeten we nu wel verwijzen naar het ziekenhuis en welke hoeven we niet te verwijzen. Nou, en dan verwijs ik ook nog heel graag naar onze website voor meer informatie over de hielprik. Dank voor uw aandacht. Dank Marie-Louise voor jouw uitgebreide presentatie. We praten daar verder over en we hebben gezelschap gekregen van Dr. Anders Gert Bijman, medisch adviseur bij het RIVM. Misschien wil je zelf even iets vertellen over je achtergrond. Ik ben arts van het RIVM en met name geïnteresseerd in de preventie, het voorkomen van ziekte. Ja. Ik hou niet van zieke kinderen, zullen we maar zeggen. Nou ja, natuurlijk superbelangrijk. Preventie is een van de items ook uit het ISA. En daar zijn wij natuurlijk ook bij betrokken geweest. Als we het echt hebben over congenitale hypothyreoïdie, ben ik wel benieuwd op welk moment jij eraan te pas komt. Want Marie-Louise vertelde, hè, je geeft je kindje aan en dan dat moet binnen 3 dagen. En vervolgens gebeuren er een aantal stappen. Misschien wil jij dat nog even vertellen, Gert. Helemaal van het begin of alleen mijn taak? Nou, wel even van het begin, voor het begrip. Het begint natuurlijk met de geboorte van het kind. En daarna moeten de ouders binnen 3 dagen moeten ze het kind aangeven bij het bevolkingsregister. Vanuit het bevolkingsregister krijgen wij de gegevens door dat een kind geboren is. En dan geven wij de opdracht aan een JGZ-organisatie, screenersorganisatie, om bij dat kind de hielprik af te nemen. En zitten die in alle steden of gaat dat per regio? Meestal gaat dat via de JGZ-organisatie. En er zijn in totaal iets van 40 JGZ-organisaties in het hele land. Ja, en jeugdgezondheid. Jeugdgezondheidszorg, sorry. Ja, inderdaad. Dus er is altijd wel een JGZ-organisatie in die regio. Een screener van de JGZ bezoekt dan de ouders en geeft wat voorlichting over de hielprik en neemt 6 druppeltjes bloed af bij het kind. Die worden gedruppeld op een filtreerpapier. Dat filtreerpapier wordt dan ingestuurd naar een speciaal laboratorium. Daar hebben we er 5 van in Nederland. Als alles goed is, krijgen de ouders na 5 weken een berichtje thuis dat alle uitslagen goed waren. Als een van die uitslagen niet goed is, dan gaat het laboratorium de medisch adviseur bellen, dus mij of mijn collega. En vervolgens, afhankelijk van wat voor ziekte het is, dan nemen wij contact op met de huisarts en met de kinderarts, zodat het kind zo snel mogelijk nagekeken kan worden. En dat er goed nagegaan kan worden van, is het echt die ziekte of is het alleen een afwijking bij de hielprik? Want de hielprik is een screening. En de diagnostiek, dat moet dan bij de kinderarts gebeuren. Ja, want dat begrijp ik. Dus ik begreep uit het verhaal van Marie-Louise dat er op ongeveer 27 ziekten geprikt wordt. Had ik dat goed begrepen? Ja, sinds vorig jaar 27 ziektes. Ja. En dan op congenitale hypothyreoïdie, dus de CHT bij de kinderen waar we het over hebben, is sinds 1981, begrijp ik. Ja. Ja. En dan het moment dat jij wordt gebeld, is er een zekere haast bij geboden? Die laboratoriumtesten die gebeuren dus overdag. En een afwijkende test dat zit meestal aan het eind van de dag. Dus tussen 4 en 5 worden we dan opgebeld om te zeggen dat er een afwijkende, om te horen dat er een afwijkende uitslag is. Vervolgens nemen wij contact op met de huisarts en geven dan door van dit kind is er, zit in jouw praktijk en het blijkt dat hij een afwijking heeft bij de hielprik. We vertellen om welke ziekte het gaat. En we vertellen van wat hij daarmee moet doen, dat hij het kind moet verwijzen naar een kinderarts, in sommige gevallen naar een hele gespecialiseerde kinderarts. En dat zeggen we er ook bij van het is een screening, dus het is nog niet heel zeker dat dat kind dat heeft, maar dat moet de kinderarts uitzoeken. En dat die informatie
sturen we dan ook door schriftelijk via de mail naar de kinderen. Ja, want sowieso intrigeert het me dan dat jij die huisarts meteen te pakken krijgt. Want daar zullen afspraken over zijn, neem ik aan. Want het is niet voor iedereen heel makkelijk om tussen 4 en 5 nog een huisarts te pakken te krijgen. Nee, dus soms kost het wel eens wat problemen. Maar de meeste huisartsen hebben gelukkig wel een systeem waarbij je wat kunt voordringen, zal ik maar zeggen, als je professional bent. Ja, dat begrijp ik. En begrijpt die huisarts ook de ernst dan van het telefoontje? Want het zijn natuurlijk, jullie lieten een beetje zien om hoeveel kinderen, 175.000 kinderen worden er ongeveer geboren per jaar. Nou, hoeveel van die telefoontjes krijgt de gemiddelde huisarts? Dat zullen er maar een handjevol zijn. Vaak maar één, denk ik, hè, in hun carrière. In zijn hele carrière krijgt hij maar 1 of 2 keer met een afwijking bij de hielprik te maken. Ja, dus moet jij dan ook echt nog wel toelichting geven? Ja, zeker, want in heel veel gevallen weet hij zelf niet eens dat zijn patiënt zwanger was. Dus dan kunnen we eerst vertellen van om welk kind het gaat en om welke moeder het gaat. En vervolgens vertellen we dan welke ziekte het is. En CHT is nog wel redelijk bekend, maar we hebben er ook een aantal bij zitten die echt, ja, waar maar 1 of 2 kinderen per jaar gevonden worden. Ja. En dat zijn dan echt hele zeldzame ziektes. Ja. En even voor mijn begrip, ook ik was heel lang geleden moeder en vond het heel zielig dat mijn kind zo hard in de hiel geknepen werd. Ja. Maar dan krijg je zo'n telefoontje van die huisarts. Is het de bedoeling dat hij diezelfde avond al contact opneemt? Want ik begrijp dat er echt wel haast bij de vervolg meestal is er wel haast bij in die zin van dat het kind nog dezelfde dag nagekeken moet worden bij een kinderarts. Dus dat de huisarts op dat moment inderdaad aan het eind van de middag dus aan het werk moet. In de eerste plaats om de ouders voor te lichten. En dat is natuurlijk een slecht nieuwsgesprek. Ja. Want ja, die ouders hebben net een prachtige zoon of dochter gekregen met alles erop en eraan. En dan komt die huisarts komt ze vertellen dat wellicht het kind een ernstige ziekte heeft. Ja. En daar schrik je enorm van. Die ouders worden van hun roze wolk afgeplukt, zullen we maar zeggen. Dus. En geef je op dat moment want jullie hebben een mooie folder en wij mogen met de werkgroep CHT daar ook elke keer meedenken. We hebben regulier overleg om dat aangesloten te houden op de wensen van de ouders die het al meegemaakt hebben en die weten wat er speelt. Dat vinden we ook heel prettig. Gaat die folder al op het moment dat jij naar de huisarts belt ook naar die huisarts toe of verwijs je naar een richtlijn? Of? Nee, daar gaat een infoblad gaat mee en nadat we gesproken hebben met de huisarts, wordt dat direct naar de huisarts doorgemaild. Dus die krijgt en de officiële uitslag doorgemaild en hij krijgt een infoblad met wat informatie over de ziekte. Ja, en een hele belangrijke boodschap lijkt me voor die ouders. Je krijgt bam, slecht nieuws. Ja. Maar dan zijn er eigenlijk 2, hopelijk op dit moment iets verzachtende boodschappen bij. Namelijk 2/3 van de screening blijkt bij de vervolg niet de ziekte te hebben. Als ik goed naar jouw cijfers heb gekeken. Ja, voor CHT klopt dat voor inderdaad. Voor CHT, ja. En vervolgens, dat weten we ook uit de webinar die we met Paul van Trotsenburg en Nitar Swaveling hebben opgenomen. Gelukkig kunnen we als we op tijd zijn met de screening. En daarom is die hielprikscreening zo ongelooflijk belangrijk. Ja, kunnen we in het verloop van de opgroei van het kind met de juiste medicatie en behandeling zorgen dat het nou vrijwel als een normaal kind kan opgroeien. Ja. Gert, jouw taak. Je hebt dan gebeld. Check jij vervolgens nog of het gebeurt? Krijg jij teruggekoppeld dat zo'n kind wordt doorgestuurd? Dus de huisarts moet een bericht naar ons sturen van als hij het kind verwezen heeft, als hij de informatie gegeven heeft aan de ouders en dat hij het kind verwezen heeft. En dan moet hij ook vermelden naar welk ziekenhuis. Daar geef jij geen advies over, want het is natuurlijk zo'n zeldzame aandoening dat het ook heel belangrijk is dat je terecht komt in een ziekenhuis waar ze heel goed die expertise hebben hoe daarmee om te gaan. Ja, dus dat is enerzijds. Anderzijds van, enerzijds zeg je van, hij moet naar een bijzonder ziekenhuis waar een kinderarts is die ervaring heeft met de ziekte. Anderzijds moet je ook oppassen dat het gaat, regelmatig gaat het om een kind die de ziekte niet heeft, dat hij niet verwezen wordt naar een ziekenhuis wat 80 kilometer of 100 kilometer verderop ligt. Ja. Vooral niet als je diezelfde avond daar nog naartoe moet. Hè? Precies. Dan is het natuurlijk toch wel heel prettig als je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kan. Dus bij een aantal van de andere ziektes, dan moet het echt naar een academisch ziekenhuis. Omdat alleen die kinderartsen die in een academisch ziekenhuis zijn, daar wel eens van gehoord hebben, zou ik maar zeggen. Ja. En voor CHT geldt wel wat de meeste kinderartsen daar wel degelijk iets van weten. En in ieder geval weten hoe ze de diagnostiek moeten doen. Okay. En of je de behandeling dan daar moet laten, dat is dan een ander discussiepunt. Want die moet juist bij een
kinderarts endocrinoloog of bij een kinderarts die ervaring heeft met de behandeling van CAT. Ja, dus dat trekken we duidelijk uit elkaar. Dus de vervolgscreening kan eigenlijk bij het regionale ziekenhuis in de buurt. Ja, dat noemen we dan geen screening meer. Hè? Dus dat is echt diagnostiek. Oké, heel goed. Ja. Ja. En waar bestaat die uit, die diagnostiek? Wat gebeurt er dan precies als je in dat ziekenhuis komt? Daar heeft Paul volgens mij in een van de andere sessies over gesproken. Ja, dat klopt. De kinderarts onderzoekt het kind, neemt eventueel wat extra bloed af en kan nog verder onderzoek doen, een eventuele echo of iets dergelijks. Ja, en ook daar maken ze haast om ook die ouders zo snel mogelijk te kunnen vertellen wat er exact aan de hand is en indien precies nodig een behandeling op te starten. Uiteindelijk wil je die ouders zo snel mogelijk kunnen vertellen van uw kind is hartstikke gezond, sorry dat we u lastiggevallen hebben. Of dat de kinderarts kan doorgeven van uw kind heeft CAT. Ja. Maar we kunnen hem goed behandelen. Ja. En de cirkel rond, eindigt het de informatie die jullie krijgen nadat de huisarts bevestigd heeft dat de ouders geïnformeerd zijn? Nee, we krijgen ook nog terug te horen wat de diagnose van de kinderarts was. Okay. Dus we weten ook inderdaad, is er CHT vastgesteld of niet? En dat hebben we heel hard nodig ook om inderdaad onze screening weer te kunnen verbeteren. Ja. Als het zo zou zijn dat bij wijze van spreken 9 van de 10 kinderen die we zouden doorverwijzen geen CHT zouden hebben, dan doen wij iets niet goed in de screening. Nee. Ja. Dus we moeten het wel terug horen inderdaad van hebben we de juiste kinderen verwezen. Ja. Ja, dat vond ik ook heel mooi in jouw presentatie, dat je zei je wil dat niemand buiten die boot valt. Dus je maakt altijd het spectrum iets groter dan het eigenlijk zou kunnen zijn. Ik gebruik ongetwijfeld niet de goede woorden, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja. En dat betekent inderdaad dat er kinderen ook doorverwezen worden in eerste instantie, waar gelukkig uiteindelijk blijkt dat er niets meer aan de hand is. En dat proberen jullie die groep zo klein mogelijk te maken, vandaar die samenwerking. En is er ook nog overleg met kinderendocrinologen en jullie zo door het jaar heen? Ja, er is regelmatig 3-4 keer per jaar is er een uitgebreid overleg met de kinderartsen en de endocrinologen. Daar zit ook iemand van het lab bij, van het laboratorium. En daar zit ook een medisch adviseur van het RIVM bij. Oké, duidelijk. En daarnaast was het misschien toch ook wel leuk om te vertellen, ook naar aanleiding van mijn presentatie, hebben we ook met alle partijen die bij die hele Hilbrick-screening betrokken zijn, 4 keer per jaar een programmacommissie bijeenkomst, noemen we dat. Waarbij dus ook die kinderarts en de kinderlogen vertegenwoordigd zijn. Maar ook kinderartsen van de andere aandoeningen, maar ook mensen van de jeugdgezondheidszorgorganisatie, bijvoorbeeld van de laboratoria, waar we gewoon zaken die er spelen, verbetermogelijkheden die er zijn, vanuit al die verschillende perspectieven van de Hilbrick-screening met elkaar bespreken. Ja, wellicht zouden wij als patiëntenorganisatie, vooral met de ervaring van de ouders, wij spreken elkaar natuurlijk ook een paar keer per jaar, daarop kunnen voorsorteren en zeggen, joh, wat betekent het voor ons? En als er bij jullie dingen veranderen, heeft dat natuurlijk ook weer effect uiteindelijk vaak op hoe de ouders het meemaken. Ja. En het zijn niet alleen die ouders, die krijgen dat bericht, die gaan ook rondbellen naar vrienden en familie van, oh jee. Dus het is heel belangrijk dat die informatie zo zuiver mogelijk gebracht wordt. Ja, klopt ook. En ik denk dat het op dit moment heel fijn is dat we met alle partijen, ook al wij als namens de patiënt, aan tafel zitten. Ja, daar doe je het uiteindelijk voor. En wij proberen ook naast de patiënten ook wel nadrukkelijk de ouders van de kinderen met een goede uitslag in beeld te houden. Omdat gelukkig, bij de meeste kinderen is de uitslag goed. Ja. Het zijn ongeveer 500 van de 175.000 waar de uitslag niet goed is. Ja. En dan van die 500 zijn er ongeveer 200 tot 250 die ook echt ziek blijken te zijn. Ja. Dus dat is dan meer dan alleen CHT? Dat is meer dan alleen CHT, dat zijn ook die andere 26 aandoeningen. Ja. En dat proberen we inderdaad, we hebben heel regelmatig contact ook met andere patiëntorganisaties. Maar je probeert het eigenlijk zo in te richten dat het voor de patiënten goed is, maar ook voor de ouders die gelukkig een goede uitslag krijgen. Ja, dat begrijp ik. Dat is ook heel belangrijk. Nou, dank jullie wel. Graag gedaan. Wil je meer weten over dit onderwerp, verwijs ik je graag naar onze website schildklier.nl. Je vindt hier alle informatie over de schildklier en de verschillende aandoeningen. En graag attendeer ik ook op het webinar over CHT bij kinderen en de besloten Facebookgroep voor ouders met kinderen met CHT. Ook beide vind je op onze website. Dank voor deze interessante presentatie en het hele leuke interview.